Journalisten zijn iedere dag op zoek naar nieuws en waarheidsvinding. Steeds vaker worden ze verbaal en fysiek bedreigd. 10 nieuwe gezichten brengen op tv in Once Upon a Timeline de geschiedenis in beeld. Anouk van Mil is er daar één van. En veel mannen krijgen teelbal of prostaatkanker. Helpt het dragen van de snor om dit onderwerp uit de taboesfeer te halen. Welkom bij Onder Ogen en we gaan beginnen, zoals dat normaal gesproken altijd doen, met het nieuws van de dag. Sander Stondermans, wat is jouw nieuws? Ja, iets wat ik vanavond toevallig meekrijg. Een documentaire maken wil, is een documentaire over de wolf ergens presenteren. En die man werd bedreigd door mensen die boos zijn, omdat de wolf ook schapen toetakelt en doodt. Oké, ja, ook bedreigd dus. Als je daar al op bedreigd wordt, dan vraag ik me af, waar gaat dat naartoe? Ja, we gaan het straks over hebben natuurlijk, Nick. Ja, wat is jouw nieuws? Die €190 die alle huishoudens gaan krijgen ter compensatie van de energiekosten die zo enorm door het dak gaan, die worden nu al gedoneerd aan goede doelen, terwijl mensen ze nog steeds niet hebben ontvangen. Dus dat is wel iets wat ik bijzonder vind. Las ik vanmorgen. Ik dacht, nou ja, dat is wel een initiatief dat toegejuicht mag worden. Maar ben je dan verbaasd over het feit dat ze het al schenken aan een goed doel? Want sommige mensen denken, nou, dat is prima. Krijg ik deze maand volgens mij en voor mij de maand daarna ook nog een keer. Ja, twee maanden. Ik weet niet precies wanneer, maar €190. En ja, ik vind het bijzonder dat het wordt geschonken aan een goed doel. Omdat ja, veel mensen kunnen het goed gebruiken. Maar er zijn ook mensen die het bij wijze van spreken bijna niet zien, die €190. En dat die het dan wel of aan de voedselbank of aan mensen die het echt nodig hebben geven. Dat is, vind ik, bijzonder. Ja. Wat ga jij doen? Ga je het zelf... Ja, god, ik dacht dat deze vraag al zou komen. Maar voor dan natuurlijk, hè? Ik heb net een nieuw energiecontract afgesloten. En hij is echt pittig hoog. Dus ik denk dat ik het wel nodig ga. Jij gaat het reserveren? Ja, ik denk het wel. Anouk, wat ga jij doen met het geld wat je krijgt? Ik denk dat ik het toch ook eerst ga reserveren. Ja. Ik zou willen dat ik de ruimte, financiële ruimte had om dat te doneren. Maar ja, ik wilde toch eerst even aankijken welke kant dat op gaat. Precies. Meneer Stroets, wat gaat u doen? Ja, ik moet nog even zien hoeveel het is. En, €190? €190. Twee keer? Nou ja, dat kunnen we deels zeker missen. Dus, maar een goed doel, maar ook leuk vanuit eten gaan, dat lijkt me, ja, maar als je het daarmee doet, dan heb je het ook niet echt nodig, toch? Dus nee. Dan kan je beter iets nuttigs mee doen. Waren er nog andere opmerkelijke nieuwsfeiten die jullie zijn opgevallen? Bijvoorbeeld over de lijmacties van de klimaatactivisten, Anouk? Ja, dat vind ik wel het nieuws van de dag. Heeft iemand van jullie toevallig twee componenten in zijn zak zitten dat ze hier op tafel gaan zitten wellicht? Ja, nou ja, deze tafel of die bij Jinek of het meisje met de parel vind ik ook wel weer een verschil. Want zitten, kijk, mijn hart bloedt wel voor zo'n kunstwerk dan eigenlijk, hè, dat erfgoed. Aan de andere kant, ja, er zat glas voor het schilderij. En in die zin geloof ik ook toch wel in dat dergelijke confronterende acties. Hè. Mijn hart bloedt voor zo'n schilderij, maar mijn hart zou ook voor het klimaat eigenlijk net zo... Maar zijn er dan misschien geen andere middelen die je kunt gebruiken? Allicht, maar ik denk dat je ook wel ziet dat als klimaatactivisten ergens een kolencentrale bezetten, dat we daar lang niet zoveel over horen als over dit. Dus ik wil het niet hebben over eens of oneens, maar ik denk dat er zeker wel ook in het publieke debat wel echt een doel bereikt is door hen. Nou, dat is in ieder geval mooi. Meneer Van Soets, wat was uw nieuws? Ja, ik stond eigenlijk op in mineur vanwege het verlies van Feyenoord gisteren tegen Sturm Graz. En met name ook vanwege de rellen nadien. Ik wou dat zeggen, ik was in mineur toen ik de beelden zag wat de zogenaamde supporters dan hebben gedaan. Ja, dat is toch weer een heel slecht figuur slaan in Europa. En dat zal ook wel weer En het lijkt toch nog steeds erger te worden. Of ben ik dan de enige die dat ziet, al die ongeregeldheden en spreekhoren? Nou, in ieder geval neemt het niet af, voor mijn gevoel. Komt iedere keer weer terug, heb het idee. Het zal een klein groepje zijn, maar die verpest het wel de hele tijd voor de anderen. Ja. Was er nog ander nieuws wat jullie op is gevallen? Ik denk dat het was, ja. Ja. En het grote nieuws van vandaag, dat, en dat is misschien wel licht het bruggetje naar de journalisten hier aan tafel, is dat Elon Musk de eigenaar wordt van Twitter. Heeft hij voor $44 miljard heeft hij dat gekocht. Hij had nog een deel in een oude sok zitten. En €13 miljard komt van de bank. Wat gaat dat voor de nieuwsvoorziening betekenen? Want hij kondigt wel ingrijpende maatregelen. Hij heeft twee topfunctionarissen ontslagen.
Wat denken jullie daarvan? Wat dat... Zijn jullie allemaal twitteraars hier aan tafel? Ja, zeker. Nee, ja. Echt nee. Helemaal niet. Ik alleen voor het werk inderdaad, maar twitter wel af en toe, ja. Ja. Maar wat gaat dat betekenen, Sander? Ik heb geen idee wat we daarvan moeten verwachten. Is het een goede ontwikkeling? Ik verwacht dat we gewoon allemaal kunnen blijven twitteren. En misschien dat er dat hij er een soort waakhond opzet. Die erop toeziet dat je niet alleen maar anoniem kan twitteren. Want dat gebeurt natuurlijk heel veel. Ook mensen die het ergens niet mee eens zijn. En dan lekker anoniem losgaan tegen iemand. Ja, dat is iets waar ik me aan erger. Dat zou een mooi moment zijn om dat een halt toe te roepen nu. Ja, goed. Ik heb er niet zodanig veel verstand van, maar dat is wel zo'n vraag die ik daar dan mee krijg. Is dat er mondiaal een aantal spelers zijn die op zoveel verschillende vlakken invloed hebben en zo invloedrijk zijn. Ja, ik vind dat ergens ook wel heel spannend. Misschien zelfs wel een beetje eng. En waarom is het eng? Als op zoveel vlakken hun tentakels uitspreiden en dus hun visie, welke dat dan ook mag zijn, eigenlijk leidend is, dan heeft dat, denk ik, heeft één zo'n persoon daarin invloed op de levens van ons allemaal. En dat geldt natuurlijk ook met de baas van Amazon. Dat zijn gewoon spelers die zoveel invloed hebben, die denk ik echt wel tot in ons, je Twitter-account invloed kunnen gaan hebben. Ja, maar Twitter, bedoel, als je bezig bent met Facebook en je zoekt iets op, dan krijg je de dagen daarna... Ik heb dat ooit een keer met een bank gehad. Ik heb nog nooit zoveel banken van mijn leven voorbij gekomen in mijn algoritme, omdat ik even zei bank. En toen had ik het nog niet eens over de bank waar ik op ging zitten. Dus, maar nee. Dat terzijde. Maar dat dan zie ik is inderdaad zorgelijk, dat zoveel van onze nieuwsvoorziening in de handen is van een klein groepje in de wereld en van de big tech bedrijven. En maar is dat nieuws onder de zon? Want volgens mij zijn die kranten en tijdschriften ook in de vorige eeuw, waren het toch ook in het bezit van een beperkte groep mensen? Of is het dan toch anders geworden? Ja, ik denk dat nu mensen steeds minder de reguliere media lezen en dat steeds minder mensen een krant lezen, steeds meer mensen zich wenden tot social media en dat het nieuwe daaraan is dat nieuws niet meer gecontroleerd wordt, maar ongebreideld allerlei vormen aan kan nemen en dat iedereen dat voor waarneemt. Ik denk ook dat dat een belangrijk deel is in de bedreigingen van journalisme, dat je dat anoniem kan spuien naar iemand. Ja. Laten we het daar even over hebben, want dat is eigenlijk een mooi bruggetje wat normaal gesproken door de presentator wordt gemaakt. Maar hartelijk dank kan ook daar aan de geloof die ons daarbij helpt. Sander en Nick, jullie allebei werkzaam in de journalistiek. Zijn jullie wel eens bedreigd? Ja, niet met de dood. Geen heftige dreigbrieven of inderdaad doodsbedreigingen of iets dergelijks. Maar wel op een vervelende manier aangesproken of op een vervelende manier toegesproken. Door wie? Nou, in dit geval was dat dan door een teamleider van de GGD van een priklocatie. We waren daar bezig voor opnames over een jaaroverzicht. Het ging over 2021. Er was veel geprikt natuurlijk, dus we moesten ook even bij vaccinatielocatie langs om even te vertellen van hier zijn veel Schiedammers geweest het afgelopen jaar. En die teamleider die kwam naar buiten en die heeft ons eigenlijk op een hele manier, hele nare manier de huid volgescholden. Omdat hij dus dacht dat wij opnames aan het maken waren om hun personeel te exposen, personeel van de GGD. Wat natuurlijk wel gebeurd is ook, hè? Wat absoluut zeker ook gebeurd is. Dus er waren ook hele reële... Maar jullie hadden geen grote perskaart van... Uiteindelijk moest de politie erbij komen. Die heeft toen uiteindelijk inderdaad... wel de perskaart hadden we niet bij ons. Normaal gesproken nemen we die altijd mee, maar toevallig deze dag niet. Hadden jullie wel jullie komst aangekondigd, of niet? Nee, maar we... We filmden op de openbare weg waarschijnlijk. Ja, we filmden op de openbare weg echt op afstand van de... Dus we stonden 500 meter verwijderd van die hal. Dus toen, maar de politie kwam erbij, die zei uiteindelijk van dit zijn wel echt journalisten, dus er is niks aan de hand en toen mochten we gaan. Is dat met een sisser afgelopen? Ja, die man is zelf uit zijn functie gezet, tijdelijk. We hebben excuses gekregen, dus dat was heel fijn, maar het is dus gelukkig met een sisser. Maar merk je in andere momenten, als je werkzaam bent voor Schie en je gaat de stad in, dat mensen naar tegen je doen? Ja, wat we voornamelijk ook afgelopen jaar dus hebben gemerkt, of vorig jaar met corona, dat het toch wel veel, als je op straat bent, dat je toch vaak de opmerking krijgt, jullie fake news, weet je wel. Dus als je mensen aan het interviewen bent, of de vraag van, werk jij dan niet voor Rutte?
En wat zeg je dan? Ja, ik moet dan gaan uitleggen. Nee, wij werken daar niet voor, dat niet zo is. Dus die onafhankelijkheid wordt eigenlijk in twijfel getrokken. Ja. En dat, ik heb het idee dat dat wel steeds vaker gebeurt. En in tijden van crisis natuurlijk nog extra. En dat is wel een ontwikkeling wat ik zorgelijk vind. Ja. Sander, wat merk jij ervan? Want jij zat al jarenlang in de journalistiek en ook in de misdaadjournalistiek. Ja, in de criminaliteit. En ik heb natuurlijk erover nagedacht. Vroeger kreeg je ook wel naar je hoofd van ik maak je dood. En haalde je schouders op. En dat maakte geen indruk eigenlijk. Dus je reageerde er niet op. Maar ik heb 3 jaar geleden zo'n beetje op het pad in mijn voortuin een kogel aangetroffen. Ja, toen waren we al in een periode dat we alles moesten melden bij de hoofdredactie. Dus dat heb ik toen ook gemeld. En dan, ja, mijn omgeving had er meer last van dan ik. Maar je wordt dan wel geadviseerd door de politie. Loop niet elke keer hetzelfde rondje met je hond. Ga niet op dezelfde manier naar je werk. Ga een keer op de fiets en rijd je elke keer dezelfde route. Maar wat doet dat met jou? Nou, niet zoveel, maar je wordt wel alert. Je wordt wel alert, want iemand die dat doet, anoniem, die is in mijn ogen laf. Laat je gezicht zien en zeg wat je van me vindt, dan kunnen we het erover hebben. Maar iemand die zoiets lafs doet, ja, daar kan ik eigenlijk niet van onder de indruk raken. Aan de andere kant, hè, heel veel beroepsgroepen worden momenteel bedreigd. Vandaag kwamen er de deurwaarders ook weer bij. Is het niet een beetje het risico van het vak of zeggen, nee, dit mogen we gewoon niet accepteren? Ja, het is onderhand, is het inherent aan je vak. Want zeker als je in die criminaliteit bezig bent. Maar ik zeg altijd maar zo, de criminelen over wie je schrijft, die bedreigen je niet. Dus het zijn meestal de mensen eromheen. Ik heb een keer een moeder gehad in de rechtbank, een moeder van een verdachte, die zei dat ze me wel een keer dood zou maken omdat ik vervelende dingen over haar zoon schreef. Toen heb ik haar gezegd, als jouw zoon zich gedragen had, had ik hier ook niet gezeten. Nou, toen moest ze wel even nadenken, maar die aanvallen pareerde ik meestal wel. En dan stoorde niet bij stil dat het ook wel eens serieus zou kunnen zijn. Ja. Maar als je bij mijn landelijke collega's kijkt, noem ze maar op, John van Heuvel, Mick van Wely, die over de Tachi en die hebben persoonsbeveiliging. Ja, en dat zou voor mij een moment zijn om even goed na te denken of ik dit nog wel zou willen. Maar gaan jullie anders, stel voor, jij gaat naar een bepaalde wijk in Schiedam en daar is het spannend. Prepareer je daar dan op voor? In die zin niet. Inderdaad, het hoort er een beetje bij. Het is inmiddels ook wel op spannende momenten natuurlijk aan de orde. Maar tegelijkertijd denk ik ook van, we moeten waken dat we dit normaal gaan vinden met z'n allen. Want het is niet normaal. Dus ik bereid me niet voor. Maar als ik weet dat, in die zin, maar als ik weet dat er mogelijk dat er een gevaarlijke situatie kan ontstaan, dan gaan we altijd wel met meerdere mensen daar naartoe. En dan, we hebben een collega die is in het bezit van een politiepersekaart. Dus die wordt daar dan naartoe gestuurd. En dan dan is het toch maar hopen dat voldoende beschermt op zo'n moment. Volgende week woensdag is het de Internationale Verenigde Natiedag tegen straffeloosheid. Ik moet even voorlezen van misdaden tegen journalisten. Helpt zo'n dag nou? Nou, als het maar onder de aandacht wordt gebracht. Is het nodig? We moeten erover blijven praten. En dat geldt niet alleen voor de veiligheid van journalisten, maar voor iedereen die zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt. Vind ik. Want als je wat roept, er zijn altijd tegenstanders die daar dan weer wat van vinden. En dat is niet erg, maar er zijn ook mensen die je dan gaan bedreigen. Nou ja, dat moet stoppen. Ja, en die bedreigingen gaan natuurlijk vaak. Want jij komt uit de tijd dat er nog geen social media was. Hm. Maar heel veel bedreigingen via social media. Merk je dat ook, dat de mensen daarop reageren? Ja, zeker. Ja. En inderdaad, wat ik net zei, die fake news, dat zijn wel dingen wat je ook op social media voornamelijk ziet toenemen. Maar ook inderdaad anonieme Twitter-accounts waarin mensen dus reageren. Dat maakt, anoniem reageren, dat maakt de drempel natuurlijk wel heel erg laag om iets lelijks te zeggen. Dus ja, dan gebeurt het. Maar ook al doen ze het niet anoniem, hè. Mensen die gooien iets op social media, jij kan daar dan best last van hebben. Maar die mensen beseffen niet wat jij daarmee doet. Geldt dan niet zozeer voor mijn persoontje, maar
Zij plaatsen een opmerking op social media en voor hun is het klaar. Maar de ontvanger, die gaat erover denken. Die gaat zich onveilig voelen, onprettig voelen. We zien vaak genoeg mensen voor de rechtbank die ja, ik had niet het idee dat het zoveel angst zou zaaien bij de betreffende personen. En ze hebben geen benul van wat ze aan kunnen richten met zomaar een opmerking. Sander, heb jij wel eens nagedacht ook over beveiliging voor jou als persoon? Nee. Of voor je familie? Nee. Zo ver is het nog niet gekomen? Nee, zo erg is het ook niet. Weet je, wat ik net zei, collega's in Amsterdam, hè, die hebben het echt niet fijn. Want je omgeving wordt ermee geconfronteerd. Hm. Maar als ze tegen jou gaan zeggen, we weten waar je zoon op school zit. Of we weten waar je dochter op hockey zit. Ja, daar word je niet vrolijk van. Als kogel vader. Voor je durf lijkt me ook best wel intimiderend. Ja, nou ja, ik heb dan zoiets. Als je zoiets doet anoniem, dat vind ik eerder laf als spannend. Dus nogmaals, op mij heeft het niet zoveel indruk gemaakt. Je wordt wel alert, maar je moet denk ik altijd alert zijn. Ja. Ook voor Schiet-TV. Ja. Ik had altijd het idee dat als Schiet-TV ergens kwam in Schiedam, dat mensen, Schiet-TV, leuk. Maar het blijkt dus ook wel een keer. Ja, vaak is dat wel de reactie natuurlijk, maar inderdaad, dat is ook anders. Ja. Ja. Er is een nieuwe variant deze week bijgekomen. Hè? Politici gaan zich er nu ook mee bemoeien. Via Gideon van Meijeren van de Forum van Democratie, die heel bewust een journalist opzoekt. Hoe hebben jullie dat nieuws ervaren? Niet. Ik heb het helemaal niet meegekregen. Ja. Nou, het was redelijk in het nieuws. Heb jij het meegekregen? Ja, ik heb het meegekregen, inderdaad. Wat vind je ervan? Dat is ook niet oké. Ik vind het ook inderdaad weer een aanval op de democratie. Een aanval op de journalisten, dus op de democratie. En we hebben natuurlijk veel politici die erop hebben gereageerd. Veel journalisten ook die hun afschuw erover hebben uitgesproken. Ja, ik sluit me daar eigenlijk helemaal volledig bij aan. Ja. Ja. De tegenwerking vanuit de politiek, hoe ervaar je? Want jij komt regelmatig op lokaal niveau. Ja. Hoe merk je daar dan ook een soort weerstand inmiddels? Of doen ze allemaal braaf mee? Lokaal valt het op zich mee. We hebben het in het begin, mijn collega Filip van Essen en ik hebben last gehad. Hebben een opmerking gehad van Arie Valerius van lokaal onafhankelijk Schiedam. Die zei, er komen nu twee journalisten vanuit de NOS. Die zullen wel hun agenda over moeten nemen van de NOS. Of die zullen wel geagendeerd worden door de NOS over welke thema's zij moeten behandelen in Schiedam. Dus wij hebben toen contact opgezocht met de desbetreffende persoon en gezegd van, dat is niet zo. En je mag ook een keer met ons meelopen op de redactie. Dan kan je zien hoe wij aan onze nieuwspunten komen en hoe wij onze agenda... En heeft hij dat gedaan? Heeft hij niet gedaan. Nee. Dus dat is, dat is jammer. Maar ik hoop misschien dat hij na aanleiding van dit contact... Dat je al opneemt. Uit moet leggen hoe het werkt. Dat vind ik triest. Ja. Ja, want dat is even mijn volgende vraag. Hoe zouden we dit tij nu kunnen keren? Want ik bedoel, toen jij begon jaren geleden in de journalistiek, was de krant een meneer en de journalist was het ook. En dat stond niet ter discussie. Nou, dat hebben we nu vastgesteld dat anders is. Wat zouden we moeten doen om het tij te keren? Is dat mogelijk of is het inmiddels zo in de samenleving verankerd dat je denkt, schouders optrekken en lekker door? Ja, ik vind het een lastige. Ik geloof dat je in het Franstalige gedeelte van België heb je een media nog iets waardoor echt extreem rechtse politici worden uitgesloten in de media, dus geen media optreden mogen hebben. Ik vind dat een maatregel die zou je kunnen toepassen voor inderdaad op het moment dat een Gideon van Meijeren dus die bedreigingen uitvoert. Tegelijkertijd vind ik het heel lastig omdat dat ook wel weer een soort mensen uitsluit van het debat. En ik denk vooral het debat over aangaan, in gesprek blijven, dat een optie is om en elkaar ook opzoeken, uit te leggen. Het gesprek aangaan en elkaar meenemen en laten zien. Doen jullie dat ook bij de krant? Nou ja, ik zei net, ik heb dat niet meegekregen, maar ik realiseer me nu waar het over ging. Maar op zo'n moment moet je gewoon keihard optreden. Want hij laat wel, de camera gaat weg, maar hij laat wel geluid meedraaien. Dat zijn de afspraken niet. En daar moet gewoon keihard tegen opgetreden worden, met wat voor sanctie dan ook. Maar draai jij nooit zonder, af en toe met geluid, nooit? Nee. Jullie ook niet? Nee.
Nee. Overvaartjournalistiek is jullie vreemd? Ja, nog wel. Tot nog toe wel, ja. Ja. Het is je vak en het is een boeiend vak. En dan weet je met wat voor situaties je geconfronteerd kan worden. Daar moet je op voorbereid zijn. Maar ja, je hebt wappies, zeg ik wel eens, kan je overal tegenkomen. En als je een Ari Valerius moet uitleggen hoe jij werkt, ja. Nou ja, dan vraag ik me af, want dat zit ook in de lokale politiek. Ja. Ja, dan maak ik me daar meer zorgen om. Als mensen aan jullie vragen, moet ik de journalistiek ingaan? Wat zeggen jullie dan? Doen. Ja, zeker. Mooiste vak toch, van de wereld? Zeker, ja, ja. Goed, nou, blijf ons vooral van het nieuws voorzien en op zoek gaan naar die waarheidsuitvinding. Dank voor jullie gesprek. Omroep Zwart zendt sinds 25 oktober een nieuw geschiedenis- en educatieprogramma uit, genaamd Once Upon a Timeline. Het programma draait om het achterhalen van de geschiedenis op een specifieke datum. Het programma wordt gemaakt met 10 nieuwe gezichten die ieder een eigen kijk op de geschiedenis hebben. Een van die gezichten is de Schiedamse ontwerper, mediamaker en verzamelaar Anouk van Mil. Ja, aan tafel inderdaad Anouk. Jij was van de week op de televisie. Hoe ben je nu weer? Dat bedoel, het kent geen grenzen. Hoe ben je daar terechtgekomen eigenlijk? Want dat is een groep van 10 mensen die deze productie gaan doen. Hoe beland je daar? Nou, we zijn met een groep van 10 redactieleden. En eigenlijk op een enkeling na niet per definitie opgeleid voor tv of daar ervaring mee. Omdat jij bent mediamaker, hè? Ik ben mediamaker, ja. Ik ben ontwerper. Ik ben opgeleid als grafisch ontwerper. Ja. En langzaamaan steeds meer multimediaal werk gaan maken. Rondom thema's zoals sociale gelijkheid en emancipatie. En ik doe veel onderwerpen rondom vrouwenrechten. Van daaruit heb ik in Rotterdam ook een project gedaan met veel interviews die ik daar met vrouwen heb gedaan. En ik heb in mijn hoofd dat ik daar graag een podcast van wil maken. Ik heb daar hele mooie audio over. Vanuit Omroep Zwart werd op een gegeven moment een oproep gedaan voor podcastideeën. Nou, ik heb die aangedragen. Toen gaven ze aan, maar we gaan nu eerst televisieprogramma's maken. En wij gaan een programma maken over de geschiedenis, een andere kijk daarop. En daar zoeken we een redactie voor met mensen van verschillende disciplines. Zou jij, of ken je iemand, of wil je het zelf daar een filmpje of iets van jezelf voor opsturen? Toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken en wat beeldmateriaal van interviews waar ik in zat meegestuurd. En toen werd ik uitgenodigd voor een casting. En nu zit ik in één keer in een televisieprogramma als ontwerper. Voor de mensen die het gemist hebben, want het was afgelopen week op televisie, waar gaat het over? Het is een programma waarin we dus met die 10 redactieleden van verschillende disciplines iedere dag opdrachten krijgen om een item te maken. En dat kan in hele verschillende vormen zijn, van een liedje tot een reportage, tot een spoken word, nou, noem het maar op, over een moment uit de geschiedenis. En dat gaat op de manier dat we eigenlijk binnenkomen met z'n tienen. Er is daar een groot bord, daar hangen onze foto's in 5 teams verdeeld, met daaronder een envelop. Dus je ziet daar met wie ga ik wat maken vandaag. Over welk onderwerp lees je daar met z'n tweeën of in je eentje of met z'n drieën ter plekke. En wat moet het worden? Je hebt daar geen enkele invloed op welk onderwerp je krijgt, hè? Nee, helemaal niks. Want de eerste uitzending heb jij gemaakt, die ging over de gebroeders Viljoen. Ja. Die een invloed hadden op het verloop van de democratisering in Zuid-Afrika. Ja, klopt. Had je er ook nog nooit van gehoord, volgens mij? Ik had nog nooit van dat onderwerp gehoord. Nee, ik vond het wel machtig interessant. Het is twee witte tweelingbroers die in de tijd van de apartheid heel erg uit elkaar gegroeid waren. In ieder geval, dat is het mooie mythische verhaal wat er omheen hangt. Dat de ene broer een anti-apartheidsactivistische dominee was geworden en de andere broer was generaal in het leger. En doordat die twee toenadering tot elkaar gezocht hebben, zou daarmee een burgeroorlog in Zuid-Afrika voorkomen zijn. En aan ons de vraag om dat verhaal te onderzoeken en een beetje de mythe wellicht te doorprikken of te kijken van nou, wat is nu het meer realistische verhaal? En daarvoor heb ik samen met mijn partner voor die dag, Quinn, hebben wij een journalist, oud-correspondent uit Johannesburg, die in die tijd daar ook zat en ook
constant Viljoen ook geïnterviewd heeft, nog vroeger. Die hebben wij in het Nelson Mandela Park daarover gevraagd. En die nuanceerde dat ook wel een beetje. Hij nuanceerde het, zeker. En wat ik mooi vind, en dat is denk ik wat we allemaal met al die onderwerpen wel proberen te doen, en wat ik in mijn werk ook altijd probeer te doen, is kijken naar het verleden, dat plaatsen in het nu, maar vooral kijken wat we daarvan mee kunnen nemen voor de toekomst. En wij vroegen hem ook van, ja, is dat romantiseren van zo'n verhaal, van zo'n moment uit de geschiedenis, heeft dat een doel of is dat, kan daar ook valkuil in zitten? Ja. En dat zei hij, dat hij dat inderdaad ook vond. Voor wie wordt dit programma gemaakt eigenlijk? Nou, ik weet dat de eerste dag dat we daar waren, dat gezegd werd van, nou, wij vinden dat we het maken voor iedereen. Nu heb ik een communicatieachtergrond en ik weet, als je zegt je maakt het voor iedereen, dan maak je het eigenlijk voor niemand. Dus ik heb daar ook een beetje mijn eigen invulling aan gegeven. En ik, voor mij is het heel erg ook in de manier waarop het gemaakt wordt en ook het idee van op een andere kijk en je willen verdiepen in verhalen van vroeger en daar met een andere blik af en toe even een ander licht op te schijnen, hoop ik heel erg dat we, ik denk zo ergens tussen de 20 en 50 mensen inspireren om dat nu ook te doen. Om dus ook zelf te onderzoeken zoals wij daar ter plekke doen. Soms even een ander perspectief te kiezen. Ja, het is nog kort en de eerste aflevering die gebeurt. Ja. Heb je al reacties gekregen? Ja, ja, zeker. Ja. En wat waren die? Die waren heel positief, heel leuk. Mensen die inderdaad aangeven, ja, het is heel tof om op deze manier heel veel geschiedenis tot je te krijgen. En ook weer onderwerpen rondom grotere thema's die we misschien wel kennen. Ook mensen die zeiden, het ging me echt zo snel. Het had wel een half uur langer mogen duren, waar ik me ook iets bij voor kan stellen. En dat vond ik zelf, want ik zag het ook voor het eerst. En dat is voor mij als ontwerper, ik ben natuurlijk eigenlijk gewend om nog tot aan de laatste schroef in een tentoonstelling om mijn werk helemaal van begin tot eind helemaal af te maken. En nu ben ik daar en ik maak die dag een item. Het programma uiteindelijk, dat is helemaal buiten mijn handen. Wat ik ook alweer een hele interessante ervaring vond. Heb je zelf iets ontdekt waar je dacht, hé, opmerkelijk? Ja, zeker. Eigenlijk wel, denk iedere dag wel een en ander ontdekt wat ik opmerkelijk vond. En onder andere ook een item gemaakt over de eerste zwarte Miss World uit 1970. En daarvoor hebben we toen de Miss Nederland van vorig jaar ook een vrouw van kleur hebben geïnterviewd. En Janice Dull. Janice Dull is een fashionactiviste. En ik vond het heel interessant omdat mijn eerste gevoel toch, en dat is natuurlijk heel misschien stereotyperend ook van mij gedacht. En dat is ook altijd goed om jezelf daarop te betrappen. Dat ik dacht, ja, misverkiezingen, dat is toch best een beetje oppervlakkig. Dat was gewoon toch een gevoel wat in me opkwam. En nou, toen met haar ook over gehad. En ook met Ona Moody, die Miss Nederland van vorig jaar. Dat zij ook aangaven van, maar het kan ook heel belangrijk zijn, bijvoorbeeld in de zin van representatie. Als meiden van kleur altijd alleen maar witte, meestal blonde vrouwen zien, en dan wordt dat het schoonheidsideaal. En dan zullen zij nooit het gevoel hebben dat zij ook een schoonheidsideaal in zich hebben. Of, ja. En toen dacht ik, nou, en dat het ook wel echt veranderd is. Het is niet meer allemaal alleen maar I really want world peace, maar het gaat echt wel wat verder met maatschappelijke doelen die ze proberen te bereiken. Dus nou, dat vond ik, dat heeft bij mij ook wel weer even een eye-opener gegeven. Je bruist zo'n enthousiasme. Mm-hmm. Er komen nieuwe afleveringen aan. Ja. Wanneer en waar te zien? Nu nog 3 keer op dinsdagavond om 10 uur op NPO 3. En daarna nog 6 afleveringen via NPO Start te bekijken. En terug te kijken, hè? Sowieso terug te kijken. Op NPO Gemist. Ja, zeker. Oké, dank voor je toelichting, dank voor je verhaal. Dankjewel. We gaan door naar het onderwerp. Waar was de redactie van Schie de afgelopen week mee bezig? Wat waren de krenten in de nieuwspap? We gaan het zien. Het Frankenland had een prachtig plan voor nieuwe verpleeghuisplekken. Op de plaats waar ooit het tankstation en de bowlingbaan stonden, daar zouden heel veel nieuwe verpleeghuisplekken nieuw moeten worden gebouwd. Maar door overheidsbeleid, waarin zorg veel meer door de mensen zelf moet worden geregeld, en de stijgende bouwprijzen, ging het plan helaas niet door. Het Frankenland moest noodgedwongen de stekker eruit trekken. En dat is, dat is verschrikkelijk. Wij zijn ervan om mensen te helpen, zoveel mogelijk mensen te helpen. Dit was natuurlijk niet à la minuut gebouwd, maar dit was wel bedoeld om een gedeelte van die wachtlijst op termijn, die alsmaar gaat stijgen, hè, want die wachtlijst gaat stijgen. Als we nu
een bepaald aantal 80-plussers hebben, en dat is onze doelgroep. Ja, die doelgroep gaat de komende 20 jaar nog met 40-50% stijgen. Dus de vraag naar verpleeghuiszorg, die gaat ook omhoog. Volgende week is het november en dan is het ook weer tijd voor Movember. Dat is een initiatief van de Internationale Movember Foundation die mannen vraagt hun snor te laten staan. Doel is aandacht te vragen voor de gezondheid en het welzijn van mannen in het algemeen en tilbalkanker en prostaatkanker in het bijzonder. Het zijn ziektes die veel mannen treffen, maar waar weinig over wordt gepraat. Veel mannen blijven bovendien te lang doorlopen met klachten in plaats van naar de dokter te gaan. Ja, we praten erover met de uroloog vanavond hier aan tafel. Ik vind het een beetje een ingewikkeld onderwerp. Ik zit spreekwoordelijk ook een beetje over om mijn stoel te schuiven. Want ja, het is een onderwerp waar heel veel mannen het niet over hebben. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat het toch nog een beetje in de taboesfeer zit. Hè, mannen praten niet graag over hun tilballen of over hun prostaat. Dat merk je in de praktijk ook nog wel eens, dat mensen en mannen bijvoorbeeld met een knobbeltje aan de bal zich soms toch laat melden. Hè, terwijl je eigenlijk, als je een harde afwijking aan de bal voelt, ja, dan moet je eigenlijk gewoon naar een dokter toe. En soms stellen mensen dat dan toch uit. Hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor de prostaat. Hè. Mannen die prostaatkanker hebben, vinden het soms toch ook lastig om erover te praten. En daarom is zo'n actie als Movember heel belangrijk om bewustwording te creëren eigenlijk op dat vlak. En de bewustwording ook met name te creëren dat prostaatkanker nog steeds een groot probleem is. Waarbij er jaarlijks ongeveer 3000 mannen aan overlijden en 13.000 nieuwe prostaatkankerpatiënten bijkomen. Dus je hoort wel eens bijvoorbeeld, nou ja, aan prostaatkanker ga je niet dood, maar je gaat met prostaatkanker dood. Dat klopt dus heel vaak gewoon niet. Want er zijn nog steeds op jaarbasis ongeveer 3000 mannen in Nederland die eraan overlijden. Is het op een of andere manier te voorkomen? Bijvoorbeeld longkanker kan je voorkomen door niet te roken of te stoppen met roken. Kan je deze vorm van kanker, kan je daar iets aan doen of laten? Nou, er zijn een aantal risicofactoren voor prostaatkanker bijvoorbeeld. En een ervan is man zijn, daar kan je over het algemeen niet zo heel veel aan doen. Ouder worden, dus leeftijd ook niet. En familiaire belasting, ja, dat zijn allemaal dingen waar je niet veel aan kan doen. Dingen waar je wel, wat je wel een beetje zelf in de hand hebt, maar dat zijn niet redenen waarom je het krijgt, maar meer manieren om het vroeg op te sporen. En dat is bijvoorbeeld, als je het hebt over tilbalkanker, dat mannen af en toe zelf onderzoek doen. En tilbalkanker komt met name voor bij mannen tussen de 15 en de 35 jaar. En net zoals zelfonderzoek bij vrouwen voor borstkanker eigenlijk heel normaal is, zou dat eigenlijk ook zo moeten zijn voor mannen. Dus dat je af en toe aan je ballen voelt. Hè, die horen over het algemeen glad aan te voelen. Zit daar een harde knobbel in? Hè, dan is dat niet goed en dan moet je daarnaar laten kijken. Voor prostaatkanker is het ook belangrijk dat bijvoorbeeld mannen die een broer of een vader hebben met prostaatkanker, en die hebben zelf ook een verhoogd risico. En dus mannen waarbij het in de familie voorkomt, die doen er goed aan om bijvoorbeeld van een leeftijd vanaf ongeveer 50 jaar hun PSA te laten prikken. Dat PSA is een stofje is in het bloed. Een stofje in het bloed wat je met een simpele bloedbepaling kan bepalen. En als dat verhoogd is, dan zegt dat iets over je risico op prostaatkanker. Ook weer niet alles, want het kan ook door andere zaken verhoogd zijn. En bijvoorbeeld ook een goedaardige prostaatvergroting kan een verhoogd PSA geven, maar het geeft wel richting. Het zegt iets over je risico. Dus dat bepalen van het PSA, zeker bij mannen die toch een verhoogd risico lopen, dat is wel zinvol. Ja. Als het wordt geconstateerd, is het dan te genezen of te verhelpen? Ja, dat hangt er vanaf. Verreweg de meeste gevallen van prostaatkanker vinden we gelukkig als het beperkt is tot de prostaat. Nou, als het beperkt is tot de prostaat, kan je prostaatkanker heel goed behandelen. En dan kan je bijvoorbeeld de prostaat eruit halen met een operatie. Of je kan de prostaat bestralen. En soms doen we zelfs helemaal niks en houden we de ziekte alleen in de gaten. In al die gevallen is de prognose heel erg goed. Hè, en kan je er heel oud mee worden. Hè, en kan je de ziekte nog genezen. Op het moment dat dat prostaatkanker eigenlijk buiten de prostaat zit. Hè, dus als er uitzaaiingen zijn. Dan kunnen we de ziekte helaas niet meer genezen. En wat we wel kunnen doen, en daar zijn de laatste jaren ook steeds meer nieuwe medicijnen bijgekomen die daarbij helpen, en dat je de ziekte heel langdurig kan remmen en onder controle kan krijgen. Maar je kan het nooit meer wegkrijgen. En voor die mannen is er dus ook nog een heel hoop
werk te verrichten. Hè, met het hoop dat je in de toekomst er eventueel voor kan zorgen dat die ziekte een soort chronische ziekte wordt, waar je niet meer aan doodgaat. Maar zover is het nog niet. Dus die mannen die uitzaaiing hebben, daarbij is de kans toch aanwezig dat ze in de loop van hun leven een keer toch aan de ziekte gaan overlijden. En gelukkig is dat niet binnen een paar maanden en ook vaak niet binnen een paar jaar. Dus mannen, ook met uitgezaaide prostaatkanker, hebben een steeds betere levensverwachting. Dus die kunnen vaak nog wel jaren vooruit. Maar op een gegeven moment is het zo dat die ziekte toch voortschrijdt en dat je er niks meer aan kan doen. November noemen we Movember. Hè. Dan laten mannen hun snor staan om in ieder geval aandacht voor dit onderwerp te vragen. Helpt dat voor de bewustwording en voor de taboes? Ja? Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Eén, inderdaad, voor die bewustwording. Hè. Dus als je je snor laat staan, zijn er toch heel veel mensen die dat opvalt en die er iets over zeggen. En dan kan je het gesprek erover aangaan. Dus die actie is ook wereldwijd. Hè, dus wereldwijd voor de bewustwording is dat denk ik heel erg belangrijk. En het tweede hele belangrijke van die Movember-actie is dat er ook geld wordt ingezameld. Dat er heel veel mensen heel veel geld inzamelen voor onderzoek naar onder andere prostaatkanker. En daar zijn al heel veel mooie initiatieven de afgelopen jaren wereldwijd van geweest. En bijvoorbeeld grote studies zijn er opgezet naar nieuwe behandelingen. En ook behandelingen die de kwaliteit van leven van die mannen verbeteren. Dus dat is eigenlijk twee dingen, die bewustwording en het geld inzamelen is heel belangrijk aan die actie. Ja, ik zie al een beetje een snor doorkomen. Is dit het Begin? Ik doe altijd erg mijn best, maar je ziet hem niet zo goed. Dus mensen geloven dan niet echt dat ik meedoe, maar ieder jaar gaat het een stukje beter. Dus ja, wie weet als ik hier eind november nog eens aanschuif, dat hij er dan beter uitziet. Ja. Alex, jij bent inmiddels al volop bezig, zie ik. Bij mij staat het er regelmatig op, maar Movember, ik vind het wel een belangrijk onderwerp hoor, dus ik ga hem ook voor je delen, dus dat is wel belangrijk. Oké. Okay. Ja. Goed dat er aandacht voor is en laten we zorgen dat er veel geld komt voor onderzoek en dat als mensen naar deze uitzending hebben gekeken, dat ze in ieder geval die check doen. Er is even een laatste vraag, er is een soort digitale check die je kunt doen? Ja, als je kijkt op de site van de prostaatwijzer, prostaatwijzer.nl, en dan kan je daar een prostaatwijzer, een risicocheck, ontwikkeld ook in Rotterdam, in het Erasmus MC. En daar kan je een aantal dingen van jezelf invullen. Je leeftijd, je risicofactor of je plasklacht hebt of niet. Je kan ook je PSA, als je dat weet, daar invullen. En dat zegt iets over je risico op prostaatkanker. Dus dat kan je zelf invullen op die website. Maar in geval van twijfel altijd naar de huisarts gaan, sowieso. En dan naar de dokter. Ja, ik zou niet iedereen aanraden om nu gelijk naar de huisarts te gaan. Hè, maar met name de mannen waarbij bijvoorbeeld in de familie voorkomt en die een verhoogd risico hebben. Daarbij is het zinvol om hun PSA te laten bepalen. En ik had het net over plasklachten. Hè. Veel mannen denken dat dat te maken heeft met prostaatkanker. Maar gelukkig hebben de meeste mannen met plasklachten, die hebben geen prostaatkanker, maar een goedaardige prostaatvergroting. Maar een klein deel heeft prostaatkanker. Dus het is ook niet zo dat iedereen met plasklachten zich heel veel zorgen moet maken en gelijk naar de huisarts moet rennen. Want dat heeft geen zin. En ook de huisartsen zitten daar niet op te wachten. Oké, okay. Dank voor de toelichting. Ja. Kunstenaar Narges Mohammadi maakte voor het Stedelijk Museum Schiedam een ruimtevullende installatie met de titel Onzichtbare Handen. Het museum vroeg Mohammadi een nieuw werk te maken dat met Schiedam te maken heeft. Ze kozen ervoor om een kant van Schiedam te laten zien die vaak onzichtbaar blijft. Een zomer lang werkte ze als invalkracht in de thuiszorg in Schiedam en trad daarmee in de voetsporen van haar eigen moeder. Haar ervaringen verwerkte ze in het kunstwerk Onzichtbare Handen, een ode aan de thuiszorghulp. Ja, hier aan tafel. Je woont en werkt in Den Haag, Rijswijk heb ik inmiddels ook begrepen. Hoe kom je opeens dan in Schiedam terecht? Nee, ik was een paar maanden geleden uitgenodigd door de directeur van het Stedelijk Museum Schiedam. Of ik een nieuw werk wilde maken dat ook verband hield met Schiedam en haar stadsgeschiedenis. Ik heb daarop ja gezegd. En het was een hele zoektocht om te kijken hoe ik eigenlijk ook Schiedam beter kon leren kennen. En zodoende ben ik dus maar gaan werken. Ja, en je hebt een zomer lang als invalkracht gewerkt in de thuiszorg in Schiedam. Ja. Je bent echt bij de mensen thuis geweest. Wat was je motivatie om dat te doen en ook, laten we zeggen, deze kunstzinnige uiting aan te geven? Nou ja, ik had meerdere manieren natuurlijk om Schiedam beter te herkennen vanuit het museum. Maar op een gegeven moment dacht ik wel, het is natuurlijk heel fijn om een echte kant van Schiedam te leren kennen op een hele eerlijke manier. Dus ik ben gaan werken en ben begonnen met het werk te doen dat moeder ook deed toen we in Nederland aankwamen. En dat was echt de huishoudelijke ondersteuning.
Dus wat ik doe is 2 uur per week of 2 uur per cliënt eigenlijk het hele huis schoonmaken. En dat valt dan officieel onder huishoudelijke ondersteuning, net iets onder thuiszorghulp. Ja, en dat heeft nu tegelijk tot een kunstzinnige uiting die je hebt gedaan. Ja, klopt. Hoe heb je dat verbeeld? Want je bent er nu mee bezig. De tentoonstelling wordt pas eind november geopend. Klopt, ja. Wat gaan we daar zien op deze tentoonstelling? Dus wat ik eigenlijk heb gedaan van het begin, dus ik ben voor het eerst gaan werken met materiaal van gum. En ik heb het ook bij me, ik zal zo meteen iets laten zien, een klein testje. En het gum is eigenlijk een soort symbool voor de thuiszorgmedewerker en eigenlijk ook voor mijzelf. Hoe bedoel je dat? Nou, bijvoorbeeld de gum die heeft 1 functie. Het maakt schoon, letterlijk het papier schoon. Maar door het schoonmaken verdwijnt het zelf. Op een gegeven moment voelde ik alsof ik zelf een gum was, omdat ik heel hard mijn best aan het doen was om alles zo goed mogelijk schoon te maken. Wetende dat eigenlijk de week erop gewoon weer alles opnieuw. En het weer vies was. Precies, en ik weer eigenlijk opnieuw kon beginnen. Maar de gum die verdwijnt op een gegeven moment wel. Je energie verdwijnt, je drive verdwijnt. Je raakt moe, je raakt misschien machteloos of gevoelloos op een bepaald moment. Maar met dit werk in specifiek. En ook waarom ik eigenlijk dit werk ben gaan doen, echt in Schiedam, is om invoelbaar te maken hoe het is om te werken als huishoudelijke ondersteuning. En ook om te zorgen dat met die ervaring, dat er ook meer begrip is en ook meer waardering komt voor al deze mensen die zo hard elke dag in dag uit. Want die is er niet, die waardering, volgens jou? In het publieke debat misschien niet. In alle gesprekken met mijn moeder bijvoorbeeld, merk ik dat ze het heel moeilijk vindt om daarover te spreken. Er heerst een taboe op. Werk in de huishoudelijke ondersteuning. Het is een heel ondergewaardeerd beroep. Veel mensen schamen zich er ook voor. Nou goed, mijn moeder dus. Waarom zou ze zich daarvoor schamen? Want het is toch, ja, het is heel belangrijk werk wat ze doet. Precies, helemaal mee eens. Maar je merkt ook bijvoorbeeld in het contact met de cliënt dat er bepaalde vooroordelen zijn. Uurtarief is niet heel hoog, dus je werkt voor een best wel laag bedrag. Mensen gaan er soms van uit dat ik bijvoorbeeld geen Nederlands spreek. Of dat er zitten bepaalde soort aannames die het moeilijk maken om echt gewaardeerd te worden. Daarnaast heb je maar 2 uur de tijd. Dus in die 2 uur, ongeacht de grootte van het huis, moet je dus alles schoonmaken. Dus er is gewoon geen tijd. En daarmee is er dus ook geen enkel persoonlijk contact. Of heel weinig. Ja, en in die momenten kan je geen waardering uitspreken voor. Maar goed, jij wil dus met deze tentoonstelling die waardering, ja, het beeld. En het invoelbaar maken van deze ervaring. Het invoelbaar maken. En hoe, ja, maak je dat invoelbaar dan? Dus binnen de tentoonstelling zal je een hele totaalinstallatie te zien. Dus er zal allerlei objecten van gum te zien zijn. Dus objecten die ik heb nagemaakt. Die normaal in het huis hadden altijd vergeten worden om schoongemaakt te worden, terwijl het de objecten zijn die we elke dag aanraken. Bijvoorbeeld zeepflacon, de shampoofles of de deurklink, de deur zelfs. En je hebt iets meegenomen, ook van gum. Precies, dus die heb ik allemaal nagemaakt van gum. Dit is bijna een voorwerp wat niet meer gebruikt wordt natuurlijk uit de asbak. Nee, precies. Dus dit is een test. Ik heb bewust niet iets meegenomen om niks te verklappen van wat je eindnummer gaat zien. Dus als je wil weten hoe de echte objecten eruit zien, moet je dus naar het Stedelijk Museum in Schiedam gaan komen. Maar het ziet er zo uit, dus je kan ook even voelen als je wilt. Het is best wel rubberachtig. Ja, zeker. En naast deze objecten zullen ook, ik dacht dat ik het laat zien voor de kijkers thuis. Dus naast deze objecten zal er een soort impressie zijn in metaal van het huis. Dus een huis is nagemaakt in metaal, als een soort frame. En dan die metalen frame draagt eigenlijk deze objecten. Dus eigenlijk worden de objecten en ook dus de thuiszorghulp op een voetstuk geplaatst, ja, letterlijk. Het is 26 november wordt het geopend, ja, op de zolder van het Stedelijk Museum. Ja, dat klopt. Dat is niet zo'n hele grote expositie. Nee, Ik daar naartoe ga, wat ga ik dan zien, beleven, meemaken? Dus als je binnenkomt in een van de zolderruimtes, dan zie je dus eigenlijk echt de uitlijnen van een huis. Dus echt alsof iemand met een potlood in de kamer heeft getekend. Alsof er een deur is of een woonkamer of slaapkamer en een keuken. En dan zie je eigenlijk die objecten daar in die ruimte staan. En naast objecten zal er ook een
boekje zijn dat geprint is. Dus een boekje met mijn ervaringen als het ware. Dus ik ben gewoon een soort logboek heb je bijgehouden. Een soort logboek, inderdaad. Ja. En die is geprint in grafiet. Dus dat betekent dat het volledig uitgunbaar is. Ook zal er een historische laag van Schiedam zijn. Want de dienstbodes, de historische huishoudelijke ondersteuners van Schiedam. Die zijn heel vaak onbelicht. Die komen bijna niet voor in alle onderzoeken die Merel van der Vaart, stadsconservator van Stedelijk Museum, heeft gedaan. Dus ook in de geschiedenis zijn deze verhalen onderbelicht, maar ook nu onzichtbaar eigenlijk. Ja, 26 november, wie gaat het openen, de tentoonstelling? Je moeder? Ik hoop het, ja. Ik heb haar nog niet gevraagd. Ik zou het zeker doen. Maar het zou een eer zijn als ze dat zou willen. Ik denk dat het een eer is om te kijken. Hoeveel mensen kunnen er ongeveer in die ruimte terecht? In de ruimte, bij de opening of bedoel je? Ja, in het algemeenheid. In het algemeen. Een stuk of 50 misschien. Precies. 80. Ja, en kaartjes gewoon reserveren via het Stedelijk? Ja, precies. De opening is op de 26e, maar vanaf de 27e is het vrij toegankelijk. Met een ticket. En aanraden dus? Ik zou zeggen het maar. Oké, dank voor je verhaal. Ja, merci. Van de tentoonstelling gaan we door naar de donkere dagen die er inmiddels zijn aangekomen. En dan zou daar een filmpje voor zijn, maar dat hadden we niet. Met het begin van de wintertijd worden de dagen ook steeds korter en donkerder. Aangezien de dievengilde activiteiten verricht die het daglicht niet kunnen verdragen, is dit voor hen de tijd van het jaar om hun slag te slaan. De politie waarschuwt hiervoor tijdens het donkere dagenoffensief. Wat doet de politie hieraan? En wat kan de individuele Schiedammer beter doen en laten om de ellende van een inbraak of diefstal te voorkomen? Ja, het donkere dagenoffensief praten we over met Alex Leijn. Je bent wijkagent in het centrum van Schiedam, vaak in dit programma te zien. De politie doet ieder jaar oproep, mensen let op je spullen en toch wordt er iedere keer weer ingebroken. Niet alleen in huizen, maar tegenwoordig ook steeds vaker in een auto. Zijn we een beetje hardleers? Nou nee, dat is met alles zo. Hè. Als ergens de nadruk opgelegd wordt, dan zijn we even scherp met elkaar. Maar er komt op een gegeven moment weer een moment waarin je een beetje verslapt. En dat is vaak in het gedeelte van veiligheid. En dan kun je dus het slachtoffer worden van strafbare feiten. Ja. Morgen gaat de klok weer een uurtje achteruit. Dus dat betekent dat het weer heel vroeg donker wordt. En dat is de tijd dat de criminaliteit op allerlei vlakken toch weer licht toeneemt. Wat zijn de meest veel voorkomende klachten? Wat zien mensen over het hoofd als ze hun huis verlaten en... Dus heel veel, als we het echt specifiek hebben over het huis, is deuren open laten staan. Achterdeuren met name, dat mensen via de tuin naar binnen kunnen. Je ziet ook heel vaak klimobjecten die in de omgeving staan van een open raam. Wat zijn klimobjecten? Bijvoorbeeld de containers. We hebben allemaal tegenwoordig van die hele mooie containers. Hè, groen, geel, blauw, je verzint het maar. Ja. En die dingen staan allemaal tegen het huis aan. Maar vaak ook op een dusdanige manier dat je het inbrekers toch wel heel makkelijk maakt om op een schuurtje te klimmen en vervolgens op het dak ramen die open blijven staan, dat soort zaken. Mensen die nog steeds vandaag de dag, in de huurhuizen is dat tegenwoordig wel wat minder, maar de koophuizen met name, dat we nog steeds geen goed hang- en sluitwerk hebben. Geen CQ-strips, de strips die ervoor zorgen dat je niet tussen de deur kunt komen, zodat er geflipperd kan worden. Flip is met een kaartje eigenlijk heel simpel. Je pakt gewoon een simpele creditcard, die doe je tussen de deur. Ik duw aan de onderkant tegen de deur. Kaartje gaat ertussen, ik schud een paar keer de hoogte van het slot. Mensen niet op het bepaald spoor brengen. Maar en de deur kan zo open zijn op het moment dat je je deur niet op slot hebt gedraaid. En ik zeg altijd, maar als je 's nachts naar je bed toe gaat, draai je deur op slot. Of doe de klinker erop. Dat soort zaken voorkomt dan in ieder geval wel dat men de woning binnenkomt. Heb je cijfers over de inbraken in Schiedam? Dat ook zeker. De afgelopen 3 maanden 23 raken inbraken. En dan, daarnaast heb je nog een veelvoud aan de pogingen die vaak ook niet gemeld worden. Hè, omdat men is niet binnen geweest. Dus dan zie je de aangiftebereidheid is dan een stukje minder om naar het bureau te komen.
men is geen spullen kwijt. Maar ja, de inbraken zelf, 23. Dan zou je zeggen dat is heel veel. Maar op een oppervlakte van Schiedam in 3 maanden tijd, dan praat je op dit moment, nou ja, pak een beet, over een kleine 8 per maand. En dat valt eigenlijk nog wel mee. En jullie hebben het over mensen die, of inbrekers die heel doelbewust te werk gaan, die op zoek zijn naar buiten. Mm-hmm. Maar je had het ook over gelegenheidsinbrekers. Wie zijn dat? Wat doen ze dan? Nou ja, de gelegenheid inbreken, dat zijn de mensen die even snel wat drugs moeten hebben. Dat zijn de verslaafden, de zwervers of mensen die echt erop uitgaan om even een snelle slag te slaan. Als je het hebt over woningen waar gewoon heel veel te halen valt, rijke mensen, dan is dat vaak beter gepland. En dat is een ander soort inbraak en die kom je toch iets minder vaak tegen. Dus als je het echt hebt over de preventie van de gewone inbraken, waar de meeste van gepleegd worden door de gelegenheidsinbreker, ja, dan is het gewoon belangrijk dat we even naar onze eigen kijken. En kijken van, joh, wat hebben wij zelf nu gedaan om onze woning toch wat veiliger te maken. Helemaal voorkomen ga je het nooit, hè? Nee. Dat zou... Ja, tuurlijk. Vroeger werd altijd aangeraden om dan, als je van huis bent, het licht te laten branden. Want dan komen inbrekers minder gauw binnen. Denken ze dat iemand thuis is. Ja. Denk je dat doen nu niet zoveel mensen meer, denk ik, nee, door de stijgende prijzen? Denk je dat er meer inbraken gaan komen? Omdat mensen gewoon het licht uitdoen als ze weg? Nou ja, kijk, weet je, de meeste mensen verbruiken tegenwoordig letten. En je kunt zo'n ledslang, zeg maar, met 280 lampjes, kun je 31 dagen laten branden voor 87 cent. Dus het is wel even wat anders dan het gewone licht. Maar ik zou zeggen van ja, zeker. Vroeger hadden we nog wel eens inbrekers, houden niet van het licht. Hè. Dus daar waar de lichten aanspringen op het moment dat iemand in je tuin komt, dan scheelt dat. Je hebt tegenwoordig camerasysteempjes die een lampje geven op het moment dat iemand in je tuin komt. Bij je deurbel? Ja, deurbel. Hè. Je hebt de ringdeurbellen. Er zijn een heleboel mogelijkheden als je even op het internet kijkt om ervoor te zorgen dat er niet ingebroken wordt. En in deze periode gaan we wat minder op vakantie, dus we zijn toch wat meer thuis. Dus ook de sociale controle, hè, en dan kom ik zo meteen nog even terug op de auto-inbraken. Maar de sociale controle is ook heel belangrijk. In de wijken waar de flats zijn, is dat natuurlijk wel even iets lastiger, hè, want er lopen allerlei mensen over het portiek. En als ik kijk naar mijn wijk, hè, waar allemaal laagbouw is, dan is het heel belangrijk als ik mensen bij mijn buren naar binnen zie kijken of in de auto zie kijken, dan moet ik daarop acteren. Even, want ik moet een beetje tot een afronding komen. Als mensen bijvoorbeeld gemorrel aan auto's zien, wat moeten ze dan doen? Nou ja, dat is heel belangrijk. Hè. We hebben wel een behoorlijke stijging van auto-inbraken momenteel. Lampen, sturen worden gejat, katalysatoren worden ondervandaan gehaald. Dus zie je mensen in de omgeving van auto's, die aan auto's voelen, binnenkijken, bij de buren, wat dan ook, bel even 112. Dan mag je 112 gewoon bellen? Ja, voor mij wel. Ja, we gaan gewoon even, ik ben liever dat we komen als dat we te laat zijn. Ja, dat geldt overigens ook voor vuurwerk, hè, als je vuurwerkovertredingen ziet. Voor vuurwerk zeker. Daar moeten we ook zeker nog eens een ander onderwerp hebben. Ik vond trouwens op internet een hele aardige checklist, www.inbraakchecken.nl. Ja. Ik heb hem ingevuld en ik had bijna alles fout, dus dat betekent dat er bij mij nog een hoop te doen is, in ieder geval. Dus dank voor je verhaal en ik hoop dat jullie in ieder geval een rustige, een donkere dag of zoiets zullen krijgen. Dit was Ogen door Ogen. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.